Patiënten met een beroerte kunnen voortaan de hulp inroepen van een beroertecoach. Dankzij een proefproject van de Belgian Stroke Council kunnen patiënten tot 6 maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis individueel begeleid worden door een persoonlijke beroertecoach. Die coach maakt gebruik van een interactief, digitaal platform en videoconsultatie. Het proefproject loopt op dit moment in 4 verschillende ziekenhuizen, onder andere in het AZ Groeningen in Kortrijk. Een tweetal jaren geleden hebben we een project gestart in een aantal ziekenhuizen waarbij we eigenlijk een beroertecoach aanstellen in het ziekenhuis om de patiënt op te volgen. Niet alleen tijdens ziekenhuisopname, maar ook nog nadien, na de patiënt naar huis gaat. Dan biedt het voordeel dat de patiënt eigenlijk de mogelijkheid heeft om op een heel laagdrempelige manier zich te laten opvolgen voor zijn risicofactoren voor een nieuwe beroerte. Dat hij ook altijd een contactpersoon heeft waar hij terecht kan voor vragen te stellen, voor problemen op te lossen, op een heel laagdrempelige manier. Het is dus de bedoeling dat we eigenlijk dichtbij de patiënt staan. We zijn eigenlijk een brugfiguur tussen arts en de patiënt. We gaan dus ook de patiënt proberen de risicofactoren eigenlijk in kaart te brengen, zoals roken, dan ook overgewicht, maar dan ook bijvoorbeeld bloeddrukopvolging. En ze kunnen dat eigenlijk doen via een website. En daar kunnen ze zelf dus bijvoorbeeld hun bloeddruk invullen, hun gewicht, en ze kunnen dat zelf opvolgen. Het project wordt ook ondersteund door minister van Volksgezondheid, Maggie de Blok. Zij trok meer dan 3 miljoen euro uit voor 24 proefprojecten die werken rond mobile health. De beroertecoach is daar dus één van. Toen we dat project uitgerold hebben, enkele jaren geleden, was eigenlijk onafhankelijk van het oproep van minister De Blok, was er al het idee om dat te gaan uitrollen. Nu dat we financiering gekregen hebben vanuit de projectoproep van minister De Blok, hebben we de mogelijkheid om gedurende 6 maanden dat uit te rollen in 4 ziekenhuizen. Nadien zullen we zien, als we kunnen aantonen dat dat een meerwaarde biedt voor de patiënt, voor het ziekenhuis, als we minder nieuwe beroertes zien, patiënten therapietrouwer zijn, dan gaan de ziekenhuizen bereid zijn om te investeren om dat verder te gaan zetten in de toekomst. Actua Zorg loopt in samenwerking met Zorgnet Icuro.